Beste wandelaars en natuurliefhebbers, ik sta hier bij het startpunt van het nieuwe Beekweidenpad in de dorpskern Voorst. Dit is alweer het 7e klompenpad in de gemeente Voorst. De afgelopen maanden is samen met vrijwilligers, grondeigenaren, Stichting Landschapsbeheer Gelderland hard gewerkt aan dit fraaie wandelpad. Dat gaat dwars door de mooie natuur van onze gemeente. Het pad zou eigenlijk worden geopend in april met een feestelijke opening. Maar ja, door de maatregelen rondom het coronavirus was dit toen helaas niet mogelijk. Gelukkig kunnen we vanaf nu genieten van dit unieke pad. Het pad volgt zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes. Het Beekweidenpad is 16 kilometer lang en voert over dijken, enken, landgoederen en gaat door het Beekdal en door bossen. En vindt u 16 kilometer te lang? Geen probleem, u kunt zelf de route inkorten. Dit wandelpad neemt je mee langs bijzondere bezienswaardigheden, zoals cultuurhistorische boerderijen, bijzondere natuurfenomenen en locaties waar de geschiedenis tot leven komt. In deze folder kom je alles te weten over deze hoogtepunten. Deze folder is beschikbaar bij verschillende lokale ondernemers. En dit klompenpad sluit ook aan op bestaande wandelpaden, zoals het Appelse Schouwpad. Kijk voor alle klompenpaden, de wandelroutes en deze folder op de website van bezoekvoorst.nl. Zo kan je eindeloos wandelen door deze prachtige omgeving van de gemeente Voorst. Ik wens jullie heel veel wandelplezier.